Ja, de laatste tijd doe ik nogal wat opdrachten in Nederland rond zelfsturende teams. Hè. Die participatieve samenleving heeft er dan voor gekozen om eigenlijk hiërarchieën te laten verdwijnen. Leidinggevenden krijgen een andere baan. En die zelfsturende teams, die mogen zichzelf nu organiseren naar hun medewerkers of patiënten, cliënten toe. Hè. En je zou denken, wauw, fantastisch, de samenleving, die bureaucratie verdwijnt en het wordt allemaal horizontaal, allemaal gelijkwaardig. Maar dat is maar een deeltje van de waarheid. Hè. Er is iets diepers aan de gang. En dat wil ik even zeggen. De diepere beweging die eigenlijk aan de gang is in onze samenleving, is dat wij een nieuw soort verticaliteit zoeken. Niet de hiërarchie en de bureaucratie, maar de verticaliteit die existentieel is. We willen eigenlijk vanuit onszelf een plek hebben in dat geheel. We willen ertoe behoren. We willen verbonden zijn met de aarde, met ons eigen bioritme. En we willen ons thuis voelen. We willen ons thuis voelen in de organisatie en in de samenleving en er trots op zijn. Door authentiek zich te verbinden. Dat is een nieuw existentieel verlangen die in onze arbeidsorganisaties binnenkomt. En kijk, als we in die zelfsturende teams dat niet meepakken, dat we op zoek zijn naar een nieuw soort verticaliteit, naar die persoonlijke ontwikkeling die daarin zit, dan hoeft dat voor mij niet. Want de hiërarchische organisatie vervangen door een horizontale organisatie om resultaten te halen, dat is weer meer van hetzelfde. Wat dan nieuw is, is de diepere ontwikkeling zien dat we mens willen zijn in de organisatie, in de arbeid. En dan is zelfsturende teams de moeite waard. Dus zelfsturende teams is geen doel op zich, maar een op weg zijn om op een andere manier in de arbeid te staan. En daarvoor hebben we totaal nieuwe skills nodig rond persoonlijke ontwikkeling, authenticiteit, dialoog voeren enzovoort. Daar ga ik voor. Allee. Samenwerken, hè? En subscriben.